Van de Europa-lijsttrekker van de SP, Arnoud Hoekstra, die eurocommissaris Frans Timmermans terecht wees over zijn salaris van 30.000 euro per maand. En hij maakte daarbij de volgende vergelijking. Een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur moet 100 jaar werken om 1 jaar van uw jaarsalaris te verdienen. De verschillen zijn gewoon heel groot. Ja, 100 jaar. Ik ben gaan kijken of een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur echt zo lang moet werken om het jaarsalaris van Frans Timmermans te verdienen. Nou ja, dan moeten we eerst weten wat Timmermans dan voor salaris krijgt. Ja, en daarvoor belde ik met hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen. De eurocommissaris Frans Timmermans verdient 360.000 euro per jaar. Dat is overigens nog wel exclusief de toeslagen, maar dit is zijn basisinkomen. Oké, 360.000 euro per jaar, exclusief de toeslagen. Dat is 30.000 euro sowieso per maand. Dat een vrachtwagenchauffeur dat niet krijgt, dat begrijpen we natuurlijk wel. Maar hoeveel krijgt een Nederlandse chauffeur per maand? Ja, is inderdaad ook wel interessant om te weten, want zo kunnen we een goede vergelijking maken. Ik belde daarvoor met Loek Koenders. Hij is zelf chauffeur en onderhandelaar van CNV voor het beroepsgoederenvervoer. En hij zit ook nog eens in de Europese Transportarbeidersfederatie, de ETF. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur die verdient maximaal 17 euro bruto per uur. En als je een gemiddelde chauffeur het jaarsalaris neemt, laten we het daar maar op houden, dan kom je uit op ongeveer 45.000 euro bruto. Als die man van maandag tot vrijdag werkt. En ik geloof dat meneer Timmermans al 30.000 per maand verdient. Ja, even een snel rekensommetje dan. Een salaris van 45.000 euro per jaar van de Nederlandse chauffeurs is al 8 keer zo weinig als het jaarsalaris van Timmermans. Ja, Bulgaarse chauffeurs krijgen natuurlijk nog veel minder. Maar voordat ik dat vertel, wil Loek Koenders eerst nog iets anders van het hart over zijn Bulgaarse collega's. Ik sta nu in de file. Nou ja, ik zie niets anders. Wij noemen dat witte kentekenplaten. Ja, die mensen, als ze grote mond hebben, kunnen ze wegwezen. Als ze ziek worden, dan krijgen ze ook niks. Pensioenopbouw, dat is 0,0. Ja, voorwaarden zijn heel slecht, zegt hij, voor de chauffeurs. Maar nu het bedrag, Lammert, want wat verdienen die Bulgaarse chauffeurs dan? Ja, SP'er Arnoud Hoekstra is uitgegaan van het minimumloon in Bulgarije. Dus dat heb ik even nagevraagd bij Peter Hein van Mulligen. Gemeten in euro's is het minimumloon in Bulgarije 286,33 euro per maand. Per jaar is het dan 3436 euro. 3436 euro voor de Bulgaarse chauffeurs. En wat is dat dan per jaar? Ja, ik vind rekensommen altijd een beetje lastig. dat besteed ik altijd liever uit. Dus nog één keer Peter Hein van Mulligen. Als een Bulgaar 100 jaar werkt, heeft hij dus 340.000 euro verdiend. Timmermans die verdient een jaarsalaris van 360.000 euro. En dat is inderdaad dus meer dan 100 keer zoveel als wat een Bulgaar op het minimumloon per jaar verdient. Klopt dus? Ja, de uitspraak klopt. Het is zelfs iets meer dan die 100 keer. Nog een kleine toevoeging van Loek Koenders. Nou, rekensommetje, meneer Timmermans, die krijgt 30.000. En ik geloof dat hij nog bijna 8.000 euro onkostenvergoeding heeft. Dus dat moet je er ook nog eventjes bij tellen. Dus dan zit je al gauw op de 38.000. Ik denk dat meneer Hoekstra zijn eigen nog aan de hele voorzichtige kant heeft gehouden. Ik durf wel 200 jaar te zeggen. Dat is een beetje overdreven. Het exacte getal is 104 keer zoveel. Overigens twitterde Arnoud Hoekstra zelf net, want hij had een aankondiging gehoord op de radio en hij dacht, ik moet het uitleggen. Dus hij heeft de bron waar hij zich op baseerde getwitterd. Dat zijn businessbox.nl en loonwijzer.nl. En daar komt dan 100,05 keer zoveel uit. Oké, dat is helder, Lammert.